Baan 2, lane 2 voor Austria, Cornelia Bammer. Baan 3 voor BZNPC, Tess Schouten. En baan 4 voor WVZ, Rosie Metz. Baan 5 voor WVZ, Anne Palmans. En baan 6 voor Vlaanderen, Fleur Vermeijeren. Lane 7 voor de Neckarsulder Sport Union, Marlene Hüther. En op baan 8 voor PSV, Stemme Hendricks. Dit is de finale dames 50 meter schoolslag. In 30-72. Het is voor Rosie Metz opnieuw onder de lied voor de EK Budapest. In 31-59, Rosie Palmans zwemt weer een persoonlijke record. En zij zwemt dus opnieuw onder de EK post-EK lied voor Budapest. Van deze 50 meter schotslag hier uit het water. Rosie Metz wint de 50 meter schotslag en gaat in de hoek een presentje afhalen voor deze overwinning. Dames en heren, de volgende finale is die van de 50 meter schotslag para-zwemmers. U ziet één deelnemer gereed staan. Welkom in lane number 4 voor NSC Germany, Jan Schreiber.